Welkom bij HV4 Samengevat. Dit is de eerste video in een serie van 70 video's waarin we naar alle belangrijke stof gaan kijken die in HV4 voorkomt. Deze eerste video is als het goed is wat herhaling. We gaan kijken naar wat biologie is. We gaan kijken naar wat levend, dood en levenloos is. Wat levensverschijnselen zijn en wat abiotische en biotische factoren zijn. Daar gaan we snel doorheen, want als het goed is, is dit allemaal herhaling heb je dit al een keer eerder gezien. Als eerste, biologie gaat over het bestuderen van het leven, de studie van het leven. En daarin kijken we voornamelijk naar organismen... en de organismen in verhouding tot een omgeving... of in een verhouding tot andere organismen. Een organisme is een levend wezen. En wat er heel vaak terugkomt in de biologie... is dat we het gaan hebben over soorten. En dat is belangrijk om even goed scherp te hebben. Op het moment dat twee organismen samen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen... spreken we van organismen van dezelfde soort. Waarom is dat zo belangrijk, dat stukje vruchtbare? Omdat er ook organismen zijn die best wel nakomelingen kunnen krijgen. Maar die nakomelingen zijn niet vruchtbaar. Neem nu een, een paard en een paard. Nou, die krijgen samen een kindje. Nou, op het moment dat dat kind volwassen is, kan die ook weer met een ander paard weer vruchtbare nakomelingen krijgen. Oftewel, die kan zich ook weer gaan voortplanten. Maar op het moment dat dat paard met een ezel voortplant, dan komt daar wel degelijk een nakomeling uit. Maar dat is een onvruchtbare nakomeling. En dat betekent dus dat een paard en een ezel niet van dezelfde soort zijn, ondanks dat ze wel... Een nakomeling kunnen krijgen, maar dus niet een vruchtbare nakomeling. Dus organismen van dezelfde soort zijn organismen die samen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Een kenmerk van organismen is dat ze een levensloop doorlopen. Een organisme komt op een gegeven moment, wordt hij geboren, een organisme gaat op een gegeven moment dood. Uh, dit is een heel simpel cliché voorbeeld van een levenscyclus. We hebben hier een Eitje, daar komt op een gegeven moment een rupsje uit. Dat rupsje, dat is echt bedoeld om zichzelf vol te eten. En vervolgens, op het moment dat het rupsje zich goed volgegeten heeft, verpopt hij zich. En in die pop doorgaat hij een gedaanteverwisseling en komt er uiteindelijk uit als vlinder. En die vlinder, die kan vervolgens weer eitjes leggen. Nou, die eitjes die worden gelegd en vervolgens komen er weer rupsjes uit. Nou, dat gaat allemaal door die cyclus. Een kenmerk in zo'n cyclus is dus dat... De soort zich in stand houdt, maar de individuele organismen gaan op een gegeven moment dood. Dit is natuurlijk een heel cliché voorbeeld, maar er zijn natuurlijk, ja, je kunt het bijna bij elk organisme wel zo'n soort uh, cirkeltje maken. Bij een vlinder is het natuurlijk wel heel mooi, omdat je natuurlijk een gedaanteverwisseling ertussen hebt zitten. Er zijn allerlei factoren die invloed hebben op het leven van een organisme. Dan kun je dat indelen in twee groepen, namelijk de biotische factoren en de abiotische factoren. Biotische factoren zijn de invloed afkomstig van andere organismen vanuit de levende natuur. Abiotische factoren zijn de invloeden vanuit de niet levende natuur. En dan beginnen we even met de biotische factoren. En het zit eigenlijk ook al een beetje in het woord hè? biotische factoren, levende, eh, levende factoren. We hebben hier een uh, musje. En dat musje staat onder invloed van allerlei verschillende factoren. En dan beginnen we links. Onder andere staat het onder invloed van roofdieren. Hè. Predatie heeft invloed op dat musje. Wat ook invloed heeft op dat musje zijn soortgenoten. Bijvoorbeeld uh, in de vorm van territoriumgedrag. of op het moment dat er een vrouwtje komt dat hij met het vrouwtje wil paren. Soortgenoten hebben invloed op het musje. Ook voedselaanbod heeft invloed op dat musje. Is er weinig voedsel, kan het best zijn dat het musje naar een ander gebied toe gaat. Is er veel voedsel, blijft hij in dat gebied. Dus het aanbod van voedsel heeft invloed op het musje. Tot slot de factor ziekteverwekkers. In dit geval bacteriën, hebben absoluut ook invloed op het leven van dat musje. Dus zo zie je dat er in, het, in de omgeving van zo'n musje allerlei verschillende factoren zijn die invloed hebben op dat musje afkomstig uit de levende natuur, dus biotische factoren. Dan zijn er dus ook die abiotische factoren, of wel factoren die. Afkomstig zijn uit de niet-levende natuur, oftewel de biotoop. En dan moet je dus denken aan wind, regen, licht, zuurstofgehalte. Nou, er zijn er ontzettend veel niet-levende factoren die wel invloed hebben op het leven van het musje. Nou, neem een simpel voorbeeld: op het moment dat het gaat regenen, zal zo'n musje waarschijnlijk gaan schuilen. Op het moment dat het musje in een gebied zit waar het zuurstofgehalte laag is, dan zal die toch zeker minder actief zijn dan als het zuurstofgehalte wat hoger is. Dus abiotische factoren zijn. ...factoren afkomstig uit de niet-levende natuur of de levenloze natuur. Organismen vertonen levensverschijnselen. En die levensverschijnselen, op het moment dat een organisme die voor een gedurende bepaalde tijd niet meer vertoont... ...kun je er bijna zeker van uitgaan dat het organisme dood is. En die levensverschijnselen kun je verdelen in dit geval in een soort van vier categorieën. Je zult ze afhankelijk van de literatuur verschillende zien... En ik hou nu even deze aan omdat deze in het boek op deze manier beschreven staan. Het eerste levensverschijnsel is voortplanting en voortplanting is het krijgen van nakomelingen. En dan kun je natuurlijk een beetje stellen bij voortplanting nou als je dat een hele tijd niet doet, dan betekent dat voor heel veel organismen niet dat ze dan doodgaan. Vervolgens hebben we groei en dus het groter en zwaarder worden van een organisme. Wat bij groei ook valt, is dat je denkt natuurlijk meteen aan een klein organisme dat, dat groot wordt, hè, een, een kleine baby groeit en wordt veel groter en zwaarder. Um, maar groei gaat het hele leven van een organisme door. Want op het moment dat er bijvoorbeeld cellen beschadigd raken, zullen er nieuwe cellen moeten groeien om een bepaalde reparatie uit te voeren. Dus uh, groei gaat het hele leven van een organisme door om dus het organisme in stand te houden, ook als het al volwassen is. Nou, vervolgens hebben we ontwikkeling, en dat is het verkrijgen van nieuwe organen of functies. Dan kun je bijvoorbeeld bij de mens denken aan het komen in de pubertijd. Op het moment dat een kind voor de pubertijd zit, kan hij zichzelf niet voortplanten. Na de puberteit kan een kind zich wel voortplanten. Oftewel, er hebben zich zaken ontwikkeld in een kind, waardoor je dus een nieuwe functie erbij krijgt, namelijk de functie voortplanten op het moment dat je volwassen bent. Echt organen erbij krijgen, dan moet je bijvoorbeeld denken aan die vlinder. Die komt in een pop terecht, en bij die uit die pop komt, heeft je opeens een heel ander soort lichaamsbouw met nieuwe organen erbij. En dan zie je dus echt duidelijk dat er dus ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Tot slot stofwisseling. En stofwisseling, dat zijn alle chemische reacties in organismen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan vertering, dan moet je denken aan verbranding. Al dat soort processen in het lichaam vallen onder stofwisseling. Je kunt het eigenlijk een beetje uit de naam halen. Er wordt van stoffen gewisseld. Er zijn bepaalde stoffen nodig om een proces eh, door te maken. En er komen vaak ook weer stoffen bij vrij. Vaak in de vorm zijn het afvalstoffen. Die stofwisselingsprocessen die kunnen over het algemeen alleen plaatsvinden met behulp van enzymen. Enzymen zijn eiwitten. Dat zijn hulpstofjes die ervoor zorgen dat die chemische processen sneller kunnen gaan plaatsvinden. Of die zorgen ervoor dat een proces überhaupt kan plaatsvinden. Je hebt sommige processen die... Wel plaats zouden kunnen vinden zonder enzymen, maar heel langzaam. Je hebt ook processen die bijna niet kunnen plaatsvinden op het moment dat er niet bepaalde enzymen aanwezig zijn. Dus enzymen zijn hulpstofjes die processen versnellen. De precieze werking van die enzymen, daar gaan we op een later moment wel naar kijken. Dan is hier nog de samenvatting, dan is het einde van de eerste video. Vind je dit nu wat? Zet er een duimpje onder. Je kunt me ook volgen op Instagram. Einde van de video, tot de volgende.